Had je je voorbereid op een wat lastiger avondje hier? Ja, dat lijkt me voor de hand liggend. Het is hier altijd lastig. En het feit dat de thuisclub het op dit moment niet zo goed doet, wil niet zeggen dat het hier een makkelijke wedstrijd is. Ik was afgelopen donderdag nog in Rotterdam. We hadden zelf een vrije dag omdat we een avond ervoor Europees gespeeld hadden. Maar ik heb de moeite genomen naar Rotterdam te gaan. Rotterdam tegen Steaua Weert te bekijken. Gewoon met het oog op deze uitwedstrijd. Maar even los daarvan, je weet dat het hier altijd een moeilijke wedstrijd is. We waren erop voorbereid. En vervolgens de start van Weert en onze niet starten of onze hele langzame start, ja, die hebben eigenlijk niet laten zien dat we voorbereid waren. Want we begonnen met 15-3 achter, geloof ik. Speel je dan ongemerkt toch een beetje met de rem erop in de wetenschap dat je dinsdag echt een hele belangrijke wedstrijd speelt voor Europese avontuur? Ja, dat is iets wat ik nog steeds aan het uitdokteren ben. Het is, weet je, we spelen natuurlijk best een intensief programma. En ergens gaat dat zijn terugslag krijgen. Maar ik denk ook, als ook oud speler, hoe minder je erover praat, over druk, moe, reizen, hoe minder problemen ervan komen. Kijk, hetzelfde als een speler op de training een botsing heeft, dan ga ik er niet naartoe. Ik kijk wel of hij omhoog kruipt. En hoe minder je vraagt of het pijn doet, hoe minder last ze er meestal van hebben. En dat is met dit soort dingen ook. Natuurlijk, dit is eind vijfde week van die zesweekse cyclus. Dinsdag aanstaande weer de volgende Europa Cup wedstrijd. En ja, natuurlijk moet je je energie vandaan zien te halen. En zijn het niet de benen de ene dag, dan is het het hoofd wel de andere dag. En want het is vaak niet alleen lichamelijk, maar veel meer ook psychisch. En ja, daar kan je hoog springen, laag springen als coach. Nu, je ziet ook aan de blessures die wel een tol erop trekken. Twee spelers die ik vanavond miste. Maar verder is het kijken van wedstrijd naar wedstrijd. Wie heeft zijn dag? Wie levert zijn bijdrage? En dan hoop je dat met name je vaste waarden dat die thuis geven. En als dan één of twee jongens nog eens wat extra geven, dan moet dat over het algemeen wel lukken. Verleden week hadden we zo'n voorbeeld in de wedstrijd tegen Den Bosch. Toen was mijn point guard Thomas Jackson, die moet heel veel minuten maken. En die zat er helemaal doorheen. Die had één schamelpunt in de hele wedstrijd. Ja, en dan valt één van je vaste waarden weg en dan wordt het een hele moeilijke avond. Nou, vanavond gelukkig de vaste waarde Boxley, Jackson, Slachter, die doen hun werk. En dan zie je dat een Karatsi ineens heel goed voor de dag komt vandaag. En de inbreng van Wordy en Terry en Sean doet de rest. Dus dan kan het goed gaan. Van de andere kant, dinsdag zullen we toch weer met z'n allen top moeten zijn. Want dat is toch een tegenstander van iets ander formaat dan, met alle respect overigens, dan Weert is. Kruipen ze in de hoofd van Jim Miel. Het is niet jouw probleem, maar 1 overwinning, 10 nederlagen. Hoe keert een coach dit om? Positief blijven. Want als je meegaat in die negatieve spiraal, dan ziet dat team dat. Dan zien de spelers dat. En dan is het een onbegonnen klus. Positief blijven, dat is het eerste. En ja, denk toch gesprekjes voeren met spelers. En je moet in dit geval denk ik proberen even kijken wie zijn de mannen waar je het van moet hebben. En daar moet je denk ik eerst eens mee op één lijn gaan zitten. En als die de kar gaan trekken, dan doet de rest. Kan dan meegaan. Kijk, het verbaast me een beetje. Ik heb ze ook donderdag gezien in Rotterdam. En nu vanavond ook weer. Dus zolang ze weer het vanavond erbij bleef, hadden we, nou een probleem wil ik niet zeggen, maar de beleving was er nog wel. En toen wij het gat sloegen, zag ik meteen aan de kopjes dat de hele emotie weg was. En dat is iets wat terug zal moeten komen in dit team. En ik zag het donderdag in Rotterdam ook. Het verbaast me eigenlijk best wel, ja, hoe de spelers gelaten uit het veld komen. En ja, daar moet. Maar ja, goed, het is mijn collega's zijn job. En dit is geen kritiek. Ik bedoel, jouw vraag. En ik denk dat ik het op die manier zelf zou proberen tijd te keren. En wat mij als ik naar die ploeg kijk, daar zit potentie best wel in. Ja. Meer dan wat er tot nu toe uitgehaald is. Dus.